naald uit de klieten. Ja, inderdaad. Zo is het, hè? Jij bent ook eigenlijk Luc de Klusjesman, hè? Ja, ik doe een beetje van alles op. In een bandenbedrijf is heel beken. In een wat? Een bandenbedrijf. Bandenbedrijf. Tractorbanden. En wat doe je daar allemaal? Machines onderhouden, dergelijke dingen. Als er iets stuk is, vermaken. Als er iets kapot is, moet je het met maken. Repareren, ja. Zeg, dames en heren, hier naast mij staat een echte karateman. Een fantastisch man met heel veel power. Dus blijf even hier staan. Ik heb voor jou een proefje meegebracht. Even kijken hoe dat eigenlijk zit. Zo. Zo. Prima. Nou, moet jij die gewoon... Ah ja, in één maand. Hoe lang doe je het al? Een week of zes. Een week of zes? Heb je het al gedaan, zo'n steen in twee? Nee, maar ik kan wel een keer proberen. Gaat je eens proberen? Ja. Ziet er een goeie uit. Ziet er een goeie uit? Ja. Het is eigenlijk niet zo moeilijk, hoor. Nee? Nee. Je kunt het zelf ook. Zullen we eens proberen? Ja, ik wil wel. Mag ik wat lawaai maken? Wil ik het eerst eens voordoen hoe het moet eigenlijk? Ja. Je moet dus eerst je hand hier zo leggen, altijd in het midden. Ja. Toch? Ja. Je hebt hier een kussentje zitten. Goed zien dat je het kussentje dan zo doet. Ja. En dan gewoon met een korte slag, gewoon zo. Bijvoorbeeld zo op die manier. Zo moet het eigenlijk, ja. Goed gedaan. Goed, hè? Zo moet het. Je hebt al meer spieren. Wie ga je imiteren vanavond? Wannes van der Velde. Wannes van der Velde. En de titel? Ik wil deze nacht in de straten verdwijnen. Wil deze nacht in de straten verdwijnen. Maar je bent eigenlijk West-Vlaming, Ik ben West-Vlaming, ja. Hoe zeg je dan in het West-Vlaams? Ik wil echt vannacht in de straten verdwijnen. Dat doen we dikwijls ook. En hoe heb je dat geleerd in het Antwerps? Gewoon er achter feestjes spelen en zo. Op te maken, zo een keer zingen. En erachterna te zingen? Ja. Oké. Okay. En je bent geëindigd in een Soundmix Show, dus we gaan naar jou luisteren. Hij wil verdwalen in de straten. Hier is Wannes van der Velde. Deze nacht in de straten verdwalen, de klank van de stad op mijn zeil, laat me rust. Al heb ik geen geld om plezier te betalen, ik vind wel een wraken heel net en genereus. Onder de glas van de monostralen wordt hier als een wereld een namelijk spet. Om mij naar de kroegen van vrouwen en matrozen, vergeet je mijn om en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, de klank van de stad. Mocht mij zijn amoureus. Al heb ik hier geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw ook een arme kus. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, de klank van de stad maakt mijn ziel amoureus. Al heb ik geen geld om plezier te betalen, ik vind wel een wraakje nieuw net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren, ik klink in de glazen van Franse wijn. Zet mij met de mensen dat deel ze geren, en laat deze nacht nooit een einde zijn. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, de klank van de stad mocht mij zijn amoureus. Al heb ik geen geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw ook een arme kus. Dankjewel. Wannes van der Velde. Jos. Dat was een kort liedje, Bart. Ja. Prachtig nummer uit een even prachtige film, Home Sweet Home, van Benoît Lamy. Voor een West-Vlaming die uit, goh, wat is het, de Klieten Heuvelland, nooit van gehoord is gezien, maar vind ik dat je Antwerps toch meer dan acceptabel is. Ik vind dat vrij goed gedaan. En we zijn rap tevreden vandaag. En verder, je gaat een beetje op een holletje door dit nummer, maar dat doet Wannes ook, die fietst er echt doorheen. Jij doet dat perfect na, ik vind dat zeer goed gedaan. Micha? Die
dus, hè? Ja, ja, wel, ja, inderdaad. Zoiets ongeveer zou ik ook gezegd hebben. Moet ik muggen ziften? Zal ik een beetje muggen, moet ik een beetje muggen ziften? Hij kan daar wel tegen, hè? Ik heb de indruk dat hij trouwens heel veel plezier heeft in het leven, hè? Ja. Ja. Misschien is de echte Wannes van de Velde waarschijnlijk door zijn leeftijd iets... Astrander in het zingen. Astrand, ken je dat? Astrand? Astrand? Aan het strand? Nee. Astrand? Nee, is dat epibreren? Dat is epibreren. Ja. Dat is het epibreren op een astrante manier. En ik moet zeggen, dat mis ik hier een beetje. Ah nee, dat is allemaal flauwekul. Ik vind het heel goed. Ik vind het heel goed. Oké. Wannes van de Velde, dankjewel. En dan is het... Dan is het nu tijd... Om eens te kijken naar een overzicht van de zes kandidaten. Wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mij zijn amoureus. Al heb ik hier geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwtje naar mijn kus. En hier staan ze, de zes kandidaten. En twee van hen mogen naar de halve finale. En wie dat wordt, dat gaan we nu dadelijk vragen aan onze publieksjury en aan onze vakjury. Eerste publieksjury. Marina, wie is het geworden voor jullie? Wannes van de Velde. Wannes! Wannes van de Velde. Gefeliciteerd. Hij is tevreden. Wat een vreugde, zeg. En daar gaan we nu... afscheid nemen van de vakjury. Bedankt Fred, tot volgende week. The feeling is bad. I love your personality.